De coronamaatregelen blijven vooralsnog ongewijzigd, ondanks er een vierde golf is aangebroken. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat het de verantwoordelijkheid van elke Surinamer is om de cijfers omlaag te brengen. De avondklok blijft voor de komende 3 weken gehandhaafd van 9 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Volgens Rajesh Ori, waarnemend directeur van het BOG, zijn er tot nog toe in Suriname momenteel 12 gevallen van de Delta-variant geregistreerd. Er komen geen wijzigingen in maatregelen. En niemand moet vreemd opkijken. Ik ga de samenleving vragen, kijkt u niet vreemd op, want ik weet al welke discussie gaat ontstaan. Ja, er is 46% positieve, er zijn 200 plus besmettingen op dagbasis en toch laat hij net doen niks. En dat laat hij net doen niks. Lanti heeft alles in place gebracht om u adequaat te testen, om u adequaat te behandelen, om u adequaat op te nemen en ook nog adequaat van informatie te voorzien. Maar het ligt, die verantwoordelijkheid ligt bij u als samenleving. Nou, u bepaalt soort zeewegwanga golf, een vierde golf. Omdat die vierde golf niet ontstaan is plotseling. We vaccineren al 6 maanden. We geven al een jaar en langer, anderhalf jaar bijna, informatie naar die samenleving. Dit resultaat is gisteren binnengekomen van sequencing. We hebben 12 Delta-varianten erbij. Delta is het India's variant, voor de mensen die het zo willen onthouden. Maar we hebben 12 nieuwe Delta-varianten. Ja, 412. Dit is een overzicht van alle sequencing en dan wat we zien is vooral blauw, PE, niet te maken met de Manaus variant. Wat ik eerder zei, dat de Manaus variant die overheerst in de derde golf en dat zien we ook bij sequencing, hetzelfde beeld. Dit is data van de medische zending. We zien dat in Midden-Suriname of Kizaran we outbreak hebben, COVID-outbreak hebben. Ori zegt dat er een uitbraak is ontstaan in het dorp Peking Saron. Minister Ramadien benadrukt wederom het belang van vaccineren, zeker als het gaat om ziekenhuisopnamen. Uitbraak, de reden, we weten dat we op dag der inheemse in een heleboel dorpen er feesten zijn geweest. En daar was het begonnen. We hebben nog uit de cijfers, is het niet gebleken dat er verspreiding is in de nabijgelegen dorpen. Dat hebben we nog niet gezien. Laten we hopen dat het zo blijft, want in Para hebben we vaker outbreaks gehad in verschillende dorpen. En laten we hopen dat dit zo blijft. Over... Dit plaatje is heel belangrijk. Dat is een heel geniaal idee trouwens van onze deskundigen die dit hebben samengesteld. Om aan te tonen dat van de 325 mensen er 9 personen zijn die volledig gevaccineerd waren en opgenomen geweest zijn. Allemaal zijn besmette personen. En 316, dus eigenlijk komt u op, als het goed is, 3%. 3% van de mensen die opgenomen waren, hadden een volledige vaccinatiestatus. En 97% was niet of niet volledig gevaccineerd. En dit is eigenlijk die kernboodschap van deze persconferentie. En de kernboodschap is, we hebben vanaf het begin gezegd dat vaccineren besmettingen niet zal voorkomen. Bepaalde studies hebben wel uitgewezen dat vaccineren het een beetje kan verminderen, de kans op besmetting. Maar dat vaccineren wel degelijk beschermt tegen ernstige ziekteverschijnselen waarvoor opnames nodig zijn en zelfs IC-opnames ook overbodig zullen worden. Ori en Ramadien geven aan dat de samenleving rekening moet houden met de houdbaarheid van de vaccins. Niemand wordt verplicht zich te vaccineren, maar er wordt wel een beroep gedaan op een ieder om de nationale gezondheid in acht te nemen.